Nou, wat ons voorstel is om deze mensen nu dit jaar te helpen, is voor het komende half jaar voor de energieprijzen een prijsplafond in te stellen. En dat betekent dat we voor de uitgaan van een gemiddeld verbruik, dat je daar een prijsmaximum op stelt, waardoor je variërend van 160 tot honderden euro's minder kwijt bent aan je energierekening. Waar we van nu zien, ik heb vandaag ook nog even mensen gevraagd, ook mensen die hier werken, en dat ze zien dat de rekeningen al 3 keer of 4 keer hoger zijn dan vorig jaar, dat hier daarvoor gecompenseerd wordt. En wij denken dat dat nodig is, omdat het kabinet daar nu niets voor heeft geregeld. En wij denken dat de mensen nu al, en dat laten jullie ook heel duidelijk en beeldend zien, in grote ellende terechtkomen, in armoede, problemen, schulden. En dat, dat wij zoeken naar mogelijkheden om dat te voorkomen. En dit is ons concreet voorstel, naast andere voorstellen die we ook nog zullen doen. Ja.